Een hele goede middag. Momenteel is het 10:50. Lekker uitgeslapen. En vandaag gaan we waarschijnlijk niet heel veel doen. Want we hebben gisteren natuurlijk best wel een lange dag gehad. Met de tocht van 15,3 kilometer door de bergen. Dus vandaag gaan we helemaal niks doen. Nou, we hebben vandaag vrij weinig gedaan. En die gaan we eten. Dit is een soort koolspul iets. Uien. Hondenbrokken. Nee, grapje. Omdat we hier zoveel wespen hebben, hebben we hier ook een val in gezet. Nou, dan zie je wel hoeveel wespen er eigenlijk op afkomen. Dat zijn er wel wat. En dit is onze tent. Hier slapen wij in. En dit is trouwens voor Mavi, dat die niet langs kan. En hier zo hier ook nog een appelboom. Oké, daar is het zwembad. Daar is het zwembad. En hier staat een appelboom. Met allemaal appeltjes eraan. Maar die vallen ook allemaal op de grond. En daar komen ook weer wespen op af. Nou, hier eventjes niets, maar ja, die valt dus ook gewoon af. Kip. Eindresultaat. Wat? 7. Op dit moment is het 8:50 in de avond. En de konijnen zijn buiten. Dus ik wil eigenlijk even gaan kijken. Want de eerste dag waren het er niet zo goed natuurlijk. Ik kon ze niet goed zien. Kijk, hiervoor kwamen we nou, hè. Kijk, dit is mooi. Oh, daar ga je naar beneden. Wat leuk. Oh, hier is nog een andere. Een zwarte. En hier hebben we het zwetje. Ja, je hebt een mooi zwetje. En hier zat er eentje. Maar deze zat lekker te chillen. Te relaxen. Ja, mooi. Die oren. Ik heb wel nog een keer eieren. Oh, je bent aan het drinken. Oh, sorry. Nou, dat waren de konijnen.